U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vandaag op sommige plaatsen bewolking op sommige plaatsen de zon en een lokale bui, maar het lokale van die buien gaat eraf en morgen is het op veel meer plaatsen nat en heeft de zon het in het algemeen erg moeilijk. Die buien en die wolken van morgen kunnen we al een klein beetje zien aankomen op de satellietfoto's. Vandaag boven Nederland het wisselende beeld met vooral in het noorden en oosten de zon, maar in het zuidwesten kwam al meer bewolking voor en die bewolking breidt zich heel langzaam uit over de rest van het land. De bewolking komt vanuit het zuidwesten opzetten en dat betekent dat we morgen met dit hele gebied te maken gaan krijgen. Veel bewolking boven ons land dus en perioden met buiige regen. Nou goed, daarvoor afgaand hebben we natuurlijk nog een avond en een nacht met vanavond een enkele bui, maar ook nog opklaringen, zeker in het oosten van het land en de temperatuur vanavond rond de 18 graden. Vannacht daalt het kwik naar 10 graden in het noordoosten waar de opklaringen het langer volhouden. In het westen van het land een minimumtemperatuur van 13 graden. En vooral in het westen komt veel bewolking voor en valt van tijd tot tijd al wat lichte regen. Morgen worden de buien actiever. In het noordoosten nog een klein beetje zon. Daarna raakt het ook daar bewolkt. Voor de buien uit kan het daar nog 20 graden worden, terwijl het in het westen met een graad of 17 gedaan is. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en wordt matig kracht 3 tot 4. Dan gaan we de dagen daarna bekijken en dan zien we voor donderdag nog wel een paar buien, zeker in de ochtend, maar in de middag. Komt de zon er alweer beter bij. Aan de frisse kant gaat of 17 gemiddeld, misschien 19 in Limburg. Maar dan de vrijdag zon overgoten op veel plaatsen 21 tot al 25 graden. En zaterdag komen we op veel plaatsen boven de 25 graden uit. Misschien zelfs wel in de buurt van de 30 in het zuidoosten van het land. En laat op de dag dient zich dan een onweersbui aan in Zeeland. Voor de zondag zien we nog steeds vrij hoge temperaturen, maar wel een behoorlijke onzekerheid. De kans op buien is aanwezig en als het tot buien komt, kan het onweren. En voorlopig blijft het ook aan de warme kant, met bijvoorbeeld op dinsdag ook weer temperaturen van 25 graden en lokaal zelfs meer. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.